Jeroen Peters zit al de hele nacht met zijn rechtervoet in het beton op een strategische plek voor de deur. Ik blijf. In ieder geval is er iets. Ik kom. Plezier ik iedereen. Ik blijf ook. Peters wil de deurwaarder beletten dat hij voorwerpen uit zijn kunstgalerij meeneemt. De deurwaarder is vanmorgen samen met de politie langsgekomen in opdracht van het Brusselse OCMW. Dat heeft van de rechter in beroep verkregen dat Jeroen hier weg moet uit dit pand dat hij in anderhalf jaar gerenoveerd heeft. Ik heb er een huis van gemaakt, galerijke, onderdak voor twee ex-daklozen. Allee, bedoel, hetgeen waarvoor dat het huis eigenlijk oorspronkelijk voor gemaakt was. Maar het OCMW liet het gebouw volgens Jeroen en zijn strijdmakkers jarenlang verkommeren. De bovenste verdieping, die nog niet helemaal gerenoveerd is, is de illustratie. Je ziet echt het verschil tussen beneden en hier, onder andere. En wat lag er hier dan allemaal? Oh, dode dieren, ratten, duiven. Je kon hier echt voetbal spelen met duivenstront. Nu heeft het OCMW plannen voor een handelspand en appartementen in dit huis aan de dure Vlaamse Steenweg. In ruil biedt het Jeroen een andere woning aan, maar dat wil hij niet. Ik wil hier niet blijven. Hetgeen dat hier is, moet blijven bestaan. Ik niet. Daar draait niet om. En ja, natuurlijk blijf ik een paar jaar. Vandaag gebeurt er uiteindelijk niets. De OCMW-voorzitter laat weten dat de uitzetting gewoon is uitgesteld, niet afgesteld. Jeroen is niet onder de indruk. Maar ze gaan dat kot hier laten staan.